Het kan van pas komen om in Portugal een volmacht af te geven aan de advocaat. Het is vaak zo dat op het moment dat je bent komen bezichtigen en je de juiste woning gevonden hebt, de onderhandelingen gaan starten, maar deze vaak afgerond worden op het moment dat je alweer in het vliegtuig zit op weg naar eigen land. Ook is het zo dat de advocaat uiteraard het een en ander moet uitzoeken omtrent de woning voordat de koopakte opgemaakt kan worden en getekend kan worden. Waardoor de koper vaak alweer terug in eigen land is. En bij het afgeven van een volmacht aan de advocaat hoef je niet per se terug te vliegen om dan de handtekening zelf te gaan zetten. Dit scheelt je dan natuurlijk een extra reis en de kosten die daarbij komen. Daarnaast kan de advocaat met een volmacht ook ervoor zorgen dat na de overdracht de contracten van bijvoorbeeld gas, water en elektra overgeschreven worden op de naam van koper. Waardoor je zelf niet in de lange wachtrijen hoeft te staan bij deze instanties. En de advocaat dit als extra service eigenlijk kan geven.